Boeren maken zich op voor een demonstratie in Stroe. Duizenden boeren zullen namelijk afreizen naar het Gelderse dorpje. Ook vanuit Flevoland natuurlijk vertrekken boeren voor het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. En aangeschoven is verslaggever Arie Meijer. Arie, goedemiddag. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, morgenochtend inderdaad ook vanuit Flevoland boeren die kant op. Er zijn inmiddels al trekkers die naar Bant komen. Daar, op naar Bant? Diepladers, ja, naar Bant. Ja? Op diepladers gaan ze die kant op. En dat is een van de vertrekpunten waar vanuit boeren morgen die kant op gaan. Ik sprak iemand van Farmers Defence Force. Hij gaf aan, nou, ik verwacht dat we morgen met 600 personen vanuit Bant die kant op gaan. En dan is het even wachten wat er gaat gebeuren. Kunnen we lange files verwachten of niet? Nou, lange files zullen er sowieso komen. Want als er zoveel trekkers vanuit het hele land over al die wegen naar Stroe, in het midden van het land eraan, bij de A1... dan weet je dat al die wegen daarheen vol zullen gaan lopen. Maar die hele A1 zal ook vast gaan staan. Ja, en het is ook een beetje wie je vraagt. Vraag je bijvoorbeeld LTO wat je gaat doen? Kijk, LTO heeft eerder al laten weten en de boeren meegegeven: mijd snelwegen. Geen snelwegen oprijden, geen blokkades, volg de aanwijzingen van de politie op. Maar luister je naar Farmers Defence Force. Ja. Mark van den Hoever, de voorman van FDF, die gaf vorige week aan: we gaan snelwegen blokkeren. En toen we ook eerder vroegen aan Farmers Defence Force van: hoe gaan jullie vanuit Bant die kant op? Was het antwoord: de kortste route. Ja. Dan ga je al heel snel over de snelwegen. Ja, en dan kun je hele lange. Gaan ze ook zo naar Gelderland? Dat is dus een vermoeden. Hè? Ja. Met 100% zekerheid. Niet zo zeker het leven. Maar als je kijkt naar de afgelopen demonstraties, dan denk ik dat we wel kunnen verwachten dat ze over de snelwegen gaan. Eén punt wat eigenlijk een groot verschil is met eerdere demonstraties, is dat trekkers tegenwoordig zijn uitgevoerd met een kenteken. Ze hebben tegenwoordig draagvrij kentekens, dus kunnen ze ook makkelijker op de bon worden geslingerd. Precies. Ja. Ja, maar dat, en herkend worden dus ook. Ja. Maar dat nemen ze mogelijk voor lief. Ja, ze gaan naar Stroe. Waarom gaan ze eigenlijk naar dat Gelderse dorpje toe? Ja, dat is de grote vraag. Eerder zag je de boeren op het Malieveld staan. Ja. Andere plekken hebben ze ook wel gehad, de beelden. Daar zijn ze ook geweest. Nu Stroe, een klein Gelders dorpje. Ze staan daar eigenlijk in het buitengebied op het land van een van de boeren. Die heeft aangegeven: het kan wel bij mij. Ik stel mijn land beschikbaar. Ja. Het Gelderse Vallei, het is een van de plekken ook wat hard getroffen wordt door die plannen van het kabinet, de stikstofplannen. Waarom daar? Het is een beetje het centrum van Nederland, is dat, zeg maar. Maar we kunnen daar in ieder geval heel veel boeren verwachten ook. Want er worden tussen de 20.000 en 30.000 boeren verwacht daar. Is er iets meer bekend over acties? Gaan ze alleen maar daarheen rijden? Of gaan ze dan daar ook nog iets doen? Of wordt er nog meer actie gevoerd op die dag? Er komt een heel programma. Dat programma gaat in vanaf 12 uur. Tenminste, dan willen ze losgaan met allemaal toespraken van mensen. Eigenlijk heel veel mensen die je ook ziet vanuit de boerenorganisaties. De LTO-voorman zal aan het woord komen. Zo zal Farmers Defence Force waarschijnlijk ook wel aan het woord komen. En heel veel. Hebben we iets van de regering gehoord, van het kabinet? Zullen zij daar iemand heen sturen om toch enigszins proberen de boeren een beetje te sussen of met ze in discussie te kunnen gaan of zo? De minister bijvoorbeeld. Ik denk dat die tijd voorbij is van discussies. Nou ja. Ja, als ik zou de boeren mag geloven. Ik durf niet te zeggen of iemand vanuit het kabinet daar aanwezig zou zijn. Wat je ook wel eerder hebt gezien, ook juist met de protesten op het Malieveld, is dat er toch wel veel politici naartoe komen. In Den Haag is het natuurlijk wel makkelijker dan in het Gelderse Stroe. Ja. Maar partijen zullen mogelijk ook wel. Ja, politie gaat dus regels uitvoeren. Er is niks nog bekend over dat het mag. Hè? Want ze kunnen het natuurlijk ook altijd nog verbieden. Nee, de burgemeester heeft toestemming gegeven voor het protest. Okay. Dus het protest mag sowieso doorgaan. Houd er in ieder geval rekening mee. Want ik denk dat de boeren al vroeg, zoals gebruikelijk, ook op weg zijn. Dus die zijn vroeg opstaan gewend. Ja. Dus die zullen vroeg, ze hebben aangegeven: vanaf 7 uur gaan we rijden. Ja, okay. Dus dat is ook in de spits. Dankjewel, Arie Meijer.